telespil, de jakkerspil, het bakkerijmuseum in Medemblik. 40 jaar geleden stond u er toch heel anders voor, meneer Spil. Ja, toen was mijn schoonvader was overleden. En toen hebben we dus alle spullen van mijn schoonvader, uit zijn bakkerij vandaan, uit Wat Wij, hebben we hier dus naar Medemblik gehaald. We hebben de schuur van Jan Schoutsen, Rimjo, hè, hebben we dus gebruikt. En daar hebben we alles in opgeslagen. De eerste expositie die we gehad hebben, was bij de opening van bakkerij Pater. De niet de nieuwste vestiging, maar een nieuwere vestiging, een verbouwing. Of het bestond zoveel jaar. En dat was dus in 75 denk ik, 76, dat ik er werkte. En daar heb ik toen een bakfiets neergezet met allerlei spullen. Ik heb daar een personeelsvereniging opgericht met Nico Oud samen. En toen trouwens Kees Verlangen was de eerste voorzitter. Hebben we die opgericht. En toen heb ik dus een boekje in elkaar gedraaid. Het heette Effie Schouw. En in het eerste nummer van Effie Schouw, moet ik trouwens ook nog bij, Jacob. Dat is hem denk ik. Dit momentje. Ja, en in het eerste nummer van Effie Schouw heb ik dus interviewd. Dus heb ik zelf helemaal volgeschreven en volgetypt. En toen interview ik mijn vrouw. En toen vraag ik ook, heb je nog toekomstplannen? Dus als ik wil graag met de spullen van mijn vader een bakkerijmuseum beginnen. Dan heb ik gezegd, dan moet je niet op je krent blijven zitten. Ik had toen nog een behoorlijk bedrag op de bank staan. En ik heb toen gezegd, dat mag je gebruiken. Mag je verspelen, zeg maar. En zo zijn we begonnen. Ja, eigenlijk is uw vrouw het bakkerijmuseum. Ja, mijn vrouw, mijn vrouw is de initiatiefnemer. En ze is altijd directeur geweest. Ik ben zelf nooit directeur geweest. Het is net als bij jou thuis. Thuis niks te vertellen. Ik ook niet. Onder de duim, ja. Moeder heeft de broek aan. Maar net wat ik zeg. Zij heeft dus het initiatief genomen. Ze heeft alles gedaan. En altijd. Ze was in die tijd voorzitter van de KVG. En toen begonnen we dus net zo'n beetje over het museum te denken. Van hoe gaan we het doen en dit en dat. En toen hadden we dus 3 jaar in de oudheidkamer gestaan. En we hebben op het stationnetje gestaan. En toen was de kwestie, hakken we door of stoppen we? Toen wisten we dus in de Tuinstraat te komen. En toen hebben we gezegd, nou gaan we door. En dat we in de Tuinstraat kwamen, waren net aan. Toen was ging Marian Berk, die zou een lezing geven voor de vrouwenvereniging. En doordat ze die lezing wou geven, maar toen liep er een man daags tevoren weg. Toen belden ze helemaal overstuur op dat ze kon de lezing niet geven. Toen moesten we wat. Toen heb ik met Dave Immink samen, heb ik dus een avond in elkaar gedraaid. En toen ging Dave Immink gebakjes maken en wij gingen het een en ander vertellen over de geschiedenis van de bakkerij, gewoon in het algemeen. En toen zaten we nog in de Tuinstraat, net het eerste jaar in de Tuinstraat, en toen heb ik dus enorm veel reclame gehad daardoor. En toen zijn we dus, zo is het gegaan. Maar we hebben dus eerst 3 jaar in de Tuinstraat gezeten. In de oudheidkamer. Ik moet goed zeggen. Eerst hebben we 3 jaar in de oudheidkamer gezeten. En met 10 iemand handen. Ik heb net nog een mooie lijst heb ik nog eens gemaakt. En toen kwam het tweede jaar. Toen zegt de kramer dat ik te veel ruimte innam. Hij zegt, wij hebben nog van de oudheidkamer nog zoveel mooie oude dingen, die willen we zien laten. En nou komen er mensen, want er kwamen nooit geen mensen. Hij zegt, nu komen er mensen en dan moeten ze dat ook kunnen zien. Afijn, toen mocht ik dus minder ruimte hebben. Terwijl ik eigenlijk, doordat ik daar stond, kwam Henk Bouwman wel. Dus hij zegt, ik heb nog wat leuks voor je, weet je wel. En dan bracht Henk dat dus. En dat wou ik ook wel neerzetten. En vooral ook de geschiedenis ervan vertellen. Hoe of iets gebruikt wordt. Waarvoor het gebruikt werd, en noem maar op. Toen hebben we dus, tussen Kramer dus, je krijgt minder ruimte. En toen heb ik gezegd, dan ga ik een andere ruimte zoeken. Want ik zeg, ik ga niet met nog minder ruimte. Ik zeg, we kennen deze ruimte die we hebben hierboven in de oudheidkamer. Kunnen we wel 3 keer vullen, dus dat doe ik niet. Afijn, hij werd eigenlijk een beetje pissig op. Want het liep net een beetje goed. En hij zegt dat anders zoeken en dit en dat. Nou, er is toch niks. En oh jongens, waarvan ik ben jongens, klaar. Toen hebben we dus dat derde jaar gewoon wat we afgesproken heb ik gedaan. En ik had minder ruimte en ik heb dus andere spullen neergezet. Mooiere spullen, betere spullen, kwalitatief betere. Want je moest alles naar zolder sjouwen, hè.
Want dat was ook nog wat, anders zou je bij wijze van spreken een bakfiets kunnen neerzetten. Maar je moest alles naar boven sjouwen. Dus we moesten wel met het assortiment wat je dus neerzette, moesten rekening houden. En ik hield er ook rekening mee dat degene die dus het eerste of tweede jaar geweest waren, dat die het derde jaar kwamen, dat ze andere dingen zagen. Niet iedere keer hetzelfde. Afijn. Toen heb ik dus dat derde jaar. En toen hadden we nog niks. Toen ben ik dus naar Wally Vrijs toe gegaan. Die was toen voorzitter van het VVV, of coördinator, of gemeenschappelijk. Hij was voorlichter van de gemeente. En hij was dus ook bij het VVV betrokken. En toen zei ik toch, Wally, ik zeg, heb jij een ruimte voor me? Want dan wil ik een museum beginnen. Nee, dat heb ik niet. Ga maar naar Kroeze toe, naar de wethouder. Dus ik naar de gemeente toe, hij had ook niks, en klaar. Toen kwam dat huisje in de Tuinstraat te koop. Toen wou ik dat kopen. Maar ik denk, ik moet eerst een oplossing hebben voor nu. Toen ging net het Stoommachinemuseum ging naar, hoe heet het? Naar de Vier Noorderkoggen. En die gingen dus uit, want die hadden daar 3 of 4 machines staan. Zo'n stamper had ik nog staan. Het is zo'n stoommachine, zo'n blauwe was dat. En die stond er op zo'n stuk beton. En toen Piet Scholte, die kwam toen bij me. Hij zegt, ik hoorde dat je ruimte zoekt. Ik zei, ja. Hij zegt, je mag dit wel gebruiken. Maar voor de deur naar het stationnetje, naar het ding, stond een stuk beton. Dus ik zeg toch, Henk Dunning? Ik zeg, Henk, ik heb een klusje voor je. Ik zeg, vanmiddag om 5 uur. Ik zeg, haal het even weg. Dus Henk, eerst, wie zal dat betalen? Ik zeg, wie heb ik er neergestort? Dus ik heb me gewoon bij Kees Jongert wezen. Dus prima. Hij heeft het weggehaald. Over geld heb ik nooit meer maar gehoord. Dus wie het betaalt, dat weet ik niet. Het interesseert me ook helemaal niet. En toen konden die deuren open. Toen hebben we daar dus ingericht. Zo goed als het kwaad als ging. En daar hebben we 1 jaar gezeten. Want het volgende jaar ging de stoomtram, ging dat in de herfst, ging het verbouwen. En die wou daar een koffieruimte van maken. Voor mensen, ook gewone mensen die dus langskwamen en dat ze die koffie konden kopen. Ook klanten van de stoomtram. Afijn. Ze hebben toen de stoomtram toen gekregen. En toen ben ik dus achter het huisje aangegaan. Het had IJsknol, want ik had dus een tijdje niks van me laten horen, omdat ik daar veel te hard ben. In de tussentijd heb IJsknol het voor 13.000 gulden gekocht. Het huisje in de Tuinstraat. Ik zal het nooit vergeten. Toen zeg ik toch, ik zei, ja jongen, ik ben er net, nou, je mag het gebruiken. En voor de rest praten we nergens over. Ik knap het een beetje op. En als jij erin zit, het is toch voor tijdelijk. Je mag voor 2, 3 jaar maar erin. En zo uitscannen, dus, weet je wel. Dus prima. En dat is goed gegaan. We hebben daar dus, we hebben het helemaal opgeknapt. Want het zag er niet uit. En we hebben toen zelfs nog een stukje aangezet. Heb Gerrie Pronk nog aan. Met twee deuren. Die kwamen bij Jan Veld vandaan. Dat die dus neergezet, die klapdeur die nu naar de bakkerij ging. Die heb je gebruikt, een plastic dak hieroverheen, dat was stom voor tijdelijk, dus prima. En toen hebben we dus vergroot. Dat wij begonnen met het bakkerijmuseum, in de Oudertkamer kon dat niet. Maar toen heb ik direct gezegd, daar moet je ook bakken. Want doordat je bakt, krijg je sfeer. Al heb je nog zulke mooie voorwerpen, maar het ruikt niet. Of het ruikt dan boemwas, bij wijze van spreken. Dan zeggen dat de mensen niks. Dus ik ben direct begonnen met gevulde koeken maken, gevulde eierenkoeken maken en truffels. Dat waren de eerste 3 dingen die ik maakte. Krentenmikken, die had ik gewoon voor kort water, van waar ik toen nog werkte volop. En, hoe heet het? Pleisbanket, bitterkoekjes, Wellingtons, die maakte ik af en toe. Weespelmoppen maakte ik heel veel. Want dat is een heel makkelijk koekje om te maken. En dan heb je nog een keer wat massa maken. Dus dat is dus... En zo ben we daar dus begonnen. Je kunt daar aan de hand van die grafiek kun je zien hoeveel mensen we kregen. En het liep dus echt van begin af aan liep het al. En kan je je voorstellen dat in dat kleine huisje daar, dat er 13.500 mensen komen. In een jaar tijd. In 15 weken. Ja, langer is vakantieperiodes. Alleen de vakantieperiodes. Voorjaarsvakantie. De grote vakantie, want denk erom, ik werkte toen ook nog. En dan waren we wel open voor groepen. Maar dat deed anders. En dat is leuk, want ik heb nog een heel mooi buffy. En dan schrijf ik op. Anders direct komen, want die is veel te druk. Dat heb ik bewaard, kom ik op de tentoonstelling te leggen. En noem maar op.
Toen ben ik gestopt met werken. Want ik had in die tijd heel veel betaalde bestuursfuncties. En met die betaalde bestuursfuncties verdiende ik meer als menigeen gewoon werkte. Dus daar konden we gewoon ruim van leven. Dus toen hebben we gezegd van stop helemaal en we gaan dus helemaal aan het museum. En toen hebben we dus, ben we doorgegaan. Het enige waar je aan denken moet, en dat is hetgeen wat je dus, je begint met iets, maar je weet eigenlijk niet waar aan je begint. Want dat je begint aan het museum, net als ik zei, thuis, de oudheidkamer, toen ging het toch prima. Zaterdagmorgens kwam ik thuis om 17:30 van mijn werk af, 17:30, 18:00. Ging 2 uurtjes te bed, 3 uurtjes te bed, douchen, allemaal omkleden, aankleden en dan gingen we daar naartoe. En dan gingen we daar staan. Verzorgde toen zelf nog de publiciteit. Dus ik heb toen wel door dat we in het stationnetje zaten en zeiden we gaan door en we gingen dus naar de tuinstraat toe. Toen heb ik gezegd boven waar mijn slaapkamer, Jacob's slaapkamer weggesloopt en er een kantoor van gemaakt. Want dat was nodig om de boel een beetje even te reguleren en noem maar op. Dus zo doen we. Heb je wel eens pijn gehad? Ik weet het niet. Ik weet niet wat je anders gedaan had. Ik weet niet hoe het leven zonder bakkerijmuseum eruit gezien zou hebben. Dat zou ik echt niet weten. Want, en dat weet Jacco ook wel, vader moet bezig zijn. Dus, en ik heb heel veel gepubliceerd. Hè. Ik heb jaren in een vakblad geschreven. En diverse artikelen voor tijdschriften. Interviews gegeven. Vooral over hoe dingen werken. Nou ben ik dat allemaal aan het uitzoeken. En nou kijk je er zelf voor op. Dat je zegt, hé, dat ook nog. Het enige wat altijd opvalt is het, die eigenwijze speel. Die eigenwijze speel. Maar, als je A zegt, moet je B zeggen, maar je weet niet wat C is. Het enige is, en dan moeten ze een beleidsplan maken, of ze moeten een hoe noemen ze dat ook weer, als je een zaak wil beginnen, dan moet je zo'n plan maken. Wij hebben direct met elkaar afgesproken, Anton en ik, zo gaan we doen. En we hebben ons nooit laten beïnvloeden. Het gevolg was dat we met een hoop dingen heel vroeg waren. Want dat we werden heel direct al, dat we in de thuisstraat zaten, werden we al lid van de Nederlandse Museumvereniging. En toen vertelde ik dat ik dus gevulde koeken bakte, eierenkoeken. Nou jongens, dat was gewoon verschrikkelijk. Want wolken stof over je museale voorwerpen. En als zo'n machine dan kapot is, weet je wel. Als je kapot is, dan gaan we gewoon, pak ik een volgende. Nou, dat was natuurlijk toch in het zere been. We hebben van begin af aan, ook in de thuisstraat, lieten we kinderen al wat doen. Dat ik dat toen vertelde bij de Nederlandse Museumvereniging een keer op een jaarvergadering, toen was dat belachelijk. Dat was gewoon belachelijk. Kinderen hoorden niet in een museum, zeiden ze toen. Mevrouw Velsheids, letterlijk gezegd. Kinderen hoorden niet in het museum. Dus, ik zei, bij mij mogen ze wel. Ik zei, ondertussen leren ze ook nog wat. Nou, dat was natuurlijk ver en even zeg. Dan krijg je dus een stempel van die eigenwijze makker. En die doet precies waar hij zin in heeft. Gevolg was wel dat we geen subsidie kregen. Want we konden subsidie krijgen, maar dan moesten we dat en dat en dat en die voorwaarden voldoen. Nou, daar praktiseer ik niet over. Wij hadden een doel voor over. We hadden gezegd van, zo doen we het. En daar willen we naartoe. En dat hebben we van begin af aan gedaan. En dat hebben we dus volgehouden. En dan zei ik, daar geen subsidie krijgen. Nou, dat is een jammer. Op een gegeven moment kwam het pand in de Nieuwstraat niet meer. Ja, dat is heel onverwachts gekomen. Ik kom op een maandag kom ik op een vergadering af in Groningen. Ik zat in het bestuur van de Nederlandse Bakkersbond en het bedrijf Pensioenfonds. En ik kom dus van een vergadering van het bedrijf Pensioenfonds af. En ik kom daar, trouwens dat is misschien wel leuk, want dit was Peter Borgdorf. Die was daar aan het leren hoe je dat moest, hoe je dat met die aandelen moest. Moest ik hem uitleggen hoe dat allemaal koers-winstverhoudingen in de gaten moest houden en al die flauwekul meer. Nou is hij voorzitter van de pensioenfonds van de geneeskunde en zo, van de ABP is hij voorzitter. Ik snap dus, dat is mij, dat is mijn pensioenfonds. Hè. Ja, maar goed. Ik kom dus van een vergadering af bij, in Groningen, van het bedrijf pensioenfonds. En ik kom thuis en ik kookte altijd eten. Maar alleen als ik op vergadering geweest was, en dan kwam ik meestal om 17:30, 18:00 thuis. Dan toen was er dus geen eten. Was er niet klaar. Stond wel klaar, maar nog niet gekookt of zo. En ik denk, er is wat aan de hand. Maar ik denk, oh, niks zeggen.
Want ze voert wat in de schild. Dat had ze wel meer, dus ik denk, niks zeggen. Gewoon flink bezig en mond dicht. Afijn, ze zet koffie. En ik krijg koffie van haar. En toen zegt ze, je vragen niks? Nee, ik weet dat er wat broedt, maar voor de rest. Ze zegt, ik weet nooit wat ik gedaan heb. Ze zegt, ik heb een pand gekocht. Dus ik had op dat moment, en dat had ik pittig cent op de bank staan. En net als ik zeg, toen werkte ik ook nog hoor. Dus dat was, en toen had ik pittig cent op de bank staan. En toen zegt ze, nou, ze denkt, hup. En toen is het Jan Geuzenbroek, die liep al de langs met zijn hondje. En toen spreekt ze Jan Geuzenbroek aan. Toen zegt ze, Jan, dat pand daar, het Benieuwstraat, dat, wat moet dat? Ja, hij zegt, dat wil ik eigenlijk verkopen, want er zit... Moeder is slecht, nou hoor. Die moeder had haar heup gebroken. En die was in levensavond. Maar doordat ze geopereerd was, begon ze heel snel, was ze de kluts kwijt. En Jan zegt, ze kan niet meer terug. Dus hij zegt, en er is nu 7 keer inbroken, zegt Jan. Hij zegt, gisteren ben ik er ook weer geweest, zondagmiddag. Dan ben je daar aan het glaasje, ben je dus een plastic eroverheen. Omdat je anders bang bent dat het inregent en dit en dat. Dus, Hans kwam precies op het goede moment. Toen zegt ze, vraag eens geld. Toen zegt hij, nee, zegt Pieters geld. Zal ik het bedrag ook zeggen? Ja, mag gezegd worden. Oh, afijn, Jan zegt, of Hans zegt, nou is het 100.000 gulden. Toen zegt Jan Ding, hij zegt, dat je er 10 bij doen. En je gebruikt het voor het museum, dan mag je het hebben. Dus, en... zo doen is. Toen zei ze, nee, dus voor 110 heb ik het gekocht. Vind je dat goed? Want ze zegt, moet ik er wel even te zeggen. dat ik het goed vind. Dus, nou fijn. Zo gezegd, zo gedaan. Maar, nou zat er één probleem. Jan had één zus. En die zat in Arnhem. Die man die had een garage. Als je een voetbalwedstrijd van Vitesse was, zat in die hoek. Als je een corner was, dan zag je dat reclame van die zus van Jan Geuzenbroek. En... afijn, die wou niet dat het verkocht werd. Want dit en want dat. Jan zegt, het heeft een goede bestemming. Dus, hij zei direct tegen mij, hij zei, Theo, hij zei, of het doorgaat, weet ik niet, want hij zegt, wat heet hij ook weer, maar die moest toch goed toestemming geven. Dus, maar hij zegt, ik maak wel alvast de afspraak met de notaris. Dus wij naar Verduin toe, van notaris Duin in Horen. En we zaten daar, toen belde Jan nog op naar zijn zus. Ik zit hier bij de notaris, alle papieren zijn voor elkaar, het geld is gestort. Vindt het goed dat het pand verkocht wordt, ja of nee? En toen ging ze kwade horen op. En toen zegt Jan, nou weet ik genoeg, hij zegt, gaat gewoon door. Hij zegt, je mag het hebben op het museum. En op welk moment kwam Jacob? Van het begin ervan. Ja, eigenlijk als klein jongetje, ben jij al van betrokken bij Bakkerduin. Ja, je kunt die foto's zien, hier. Ik sta niet op die foto's. Oh nee? Nee. Nou, nee, nee, stom toevallig. Ik heb ook zelf altijd de publiciteit gedaan. Heb je toch altijd willen doen in de Bakkerduin? Jij bent nu... Nou, ik heb, ja, mijn vader is natuurlijk vijfde generatie bakker, dus, en ik ben de enige zoon, dus ik had altijd het vermoeden van, ik zal ook wel bakker moeten worden. Maar mijn vader is, nou ja, en mijn moeder ook hoor, die waren best wel modern. Dus die zeiden, nee, je moet doen wat je leuk vindt. Dus ik heb kunstacademie gedaan. Dus ik had niet de ambitie om bakker te worden. Maar vanaf mijn 13e dus waren mijn ouders met het bakkerijmuseum bezig. Nou, en dat ik eenmaal zeg maar, op de middelbare school zat. En, wat hoger op de middelbare school in de kunstacademie. Toen heb ik bijvoorbeeld alle, nou, dat kan je hier ook zien, alle ontwerpen gemaakt. Ik heb heel veel getekend. Dus ik deed eigenlijk altijd vanaf het begin aan best wel veel voor het bakkerijmuseum. Alleen ik ging nooit in klederdracht, ging ik daar in de bakkerij staan. Mijn zussen wel, maar ik niet. Dus ik ben er wel mee opgegroeid. Maar in het begin ben ik dus gewoon volledig tekenleraar geworden. En pas later, en dat is vanaf 99 of zo, ben ik eerst één dag in het bakkerijmuseum gaan werken. En inmiddels wordt dat 4 dagen. Dus ik ben erin gegroeid. Dus heb ik die ambitie gehad? Nou, ik zeg vaak, het is de hobby van mijn ouders. En natuurlijk ben ik er ontzettend trots op en is het ondertussen ook wel mijn hobby. En ik weet er natuurlijk ook best wel heel veel van. En dat is ook wel leuk. Maar ik zeg ook wel eens spottend, dan ben ik directeur van een bakkerijmuseum, maar ik ben eigenlijk zelf geen bakker. Ik heb na de kunstacademie wel een jaar bakkersvakschool gedaan. Dus ik heb suiker-sierwerk-specialisatie gedaan. Ik heb zelfs landelijke vakwedstrijden gewonnen. Ja, maar, je hebt ook een heel speciaal iets gemaakt.
Ja, dat is het grappige als je dan eerst kunstacademie doet en daarna bakkersopleiding. Dan ben je me natuurlijk wel gewend om te gaan schilderen of vorm te geven of ruimtelijk vorm te geven. Dus ik heb toen onder andere de Bello gemaakt van suiker. Dus eigenlijk van pepermunt. En daar heb ik de wedstrijd mee gewonnen. En zo heb ik nog een aantal wedstrijden gemaakt. Jazeker, hij bestaat nog en dat is vrij uniek, want ik heb hem in 1996 gemaakt. En hij is van suiker, dus hij kan oplossen in water, hij kan breken. Er kan van alles mee gebeuren, maar hij is er nog steeds, dus dat is wel bijzonder. Ik maak dus heel vaak kunst wat eigenlijk heel vergankelijk is. Als ik met chocolade schilder, dan kan het een week later gesmolten zijn. Dat kan. Nu zijn we dan 40 jaar verder. Ja. Grote verbouwing achter de rug. Ja. In twee delen zelfs. Ja. Wat is er nog? Nou, mijn ouders die hebben natuurlijk, zo wat mijn vader net ook vertelde, die zijn niet begonnen met een marktonderzoek en een bedrijfsplan van zo gaan we het doen, zo gaan we doen. Dus eigenlijk was het museum steeds groter geworden, maar organisch gegroeid. Ik heb zelf, dat ik het overnam van mijn moeder, dat is inmiddels 10 jaar terug, heb ik gezegd, ik ga er ook mijn eigen draai aan geven. En wat ik heel belangrijk vond, is weten wat je bezoekers vindt. En een van de opmerkelijke dingen die ze vonden, was dat ze de verhaallijnen misten. Ze misten, het was gezellig, het was leuk, het was laagdrempelig. Maar het was niet altijd logisch. Het was niet altijd goed te begrijpen. Dus toen hebben we gezegd, nou, dan gaan we de verbouwing meteen aanpakken om te zorgen dat de verhalen over de bakkerij, dat gaat over brood, koek en banket, dat die duidelijk aangegeven worden. En ook logisch aangegeven worden. En het tweede wat ze zeiden, was dat ze... met name de wat hoger opgeleide in het bezoekersonderzoek, vonden dat ze de highlights misten. Ik ben gisteren naar Krullenmuller geweest. Nou, en dan zie je daar een Mondriaan en je ziet een Van Gogh. Je ziet de bloesem van Van Gogh en zo. En dan praat je daar s'avonds over. Nou, dat misten mensen die in het Bakkerijmuseum geweest waren van, wat is nou echt heel bijzonder? En die objecten hadden wij wel, die hebben wij. We hebben zowel gewoon historisch hele unieke objecten als kunstobjecten die best heel bijzonder zijn dat ze hier in Medemblik hangen. Dus dat hebben we letterlijk uitgelicht. Dus we hebben ook letterlijk het verlichtingssysteem hebben we aangepast. We hebben de informatievoorziening aangepast. Nou, dat hebben we dus gedaan. En het tweede wat heel belangrijk was, is dat mensen ook zeiden, het is een beetje hokkerig, het is niet allemaal toegankelijk. Dus we hebben het ook op de toegankelijkheid gegooid. Dus je kan nu met een rolstoel volledig door het museum. We hebben een lift. Het is allemaal drempeloos. Maar ook bijvoorbeeld de manier waarop wij de informatie aanbieden is door middel van schermen, maar ook door middel van geschreven tekst, ook door middel van demonstraties. Maar binnenkort komen er ook chips dat je je mobiel dan langs houdt en dan wordt het volgelezen. Ja, dan worden we ook interessant voor blinden en slechtzienden. Dus we hebben het heel breed aangepakt. Dus we hebben nog steeds een hoofdrol. Mijn vader zei net al, ze zijn al heel vroeg begonnen, mijn ouders, met kinderactiviteit en met demonstreren. En dat zijn gouden grepen geweest. En wat goed is, moet je natuurlijk houden. Dus het was voor ons ook heel belangrijk dat wij die sfeer van wat mijn ouders neergezet hadden, of hebben, dat we die konden bewaren. En dat mensen het nog steeds heel gezellig en heel leuk vonden. Maar daarbij ook allerlei extra's tegenkwamen. Dus er zijn nog steeds elke dag kinderactiviteiten. Er zijn nog steeds altijd demonstraties. We zijn ongeveer de enige plek in Nederland waar je al die technieken nog kunt zien. Nou, dat is heel bijzonder. Inmiddels doen we ook heel veel workshops. En dat is dan in technieken die je eigenlijk nergens anders in Nederland meer ziet. Nou worden die demonstraties gegeven door oude bakkers. Ja. Ja, die hebben ook niet het deel geleverd. Nee, dat is altijd... Hoe zien jullie dat op? We hebben best heel veel vrijwilligers. En ook heel veel vrijwillige bakkers. We hebben inmiddels ook wat verjonging. We hebben gelukkig ontzettend loyale vrijwilligers. We drijven echt, we functioneren echt op de vrijwilligers. Dus ze gaan heel lang door. De laatste vrijwilliger die is nou zeg maar met pensioen gegaan, die was 90. Die vond het wel mooi op zijn 90ste. Hij is inmiddels alweer een paar keer teruggekomen. Dus ja, het voordeel van bakkers is dat als je eenmaal bakker geweest bent, ook als het maar heel kort is, dan laat dat je niet meer los. Daar krijg je natuurlijk best heel veel oud-bakkers. En altijd als er zo'n oud-bakker is en je begint over het vak, dan krijgen ze zo'n twinkeling in hun ogen en dan willen ze weer bakken. En dan vraag ik ook aan hun vrouw, van hun kinderen, nou, wordt er nog wel thuis gebakken? Ja, zeker. Wordt altijd nog wel gebakken. Dus bakkers, en dat merk je bij mijn vader ook, dat laat je niet los. Ze kunnen ten eerste niet slecht stilzitten. Dus ja, ze willen wat te doen hebben. Dus ja, dat voordeel hebben wij wel. Ja. Nou, de aankomend weekend de grote opening. Heropening. Ja. We hebben eerst vrijdag een hele dag voor vrijwilligers. Allerlei activiteiten hier. Dan willen we eigenlijk onze vrijwilligers bedanken in het zonnetje zetten.
allerlei leuke dingen voor de vrijwilligers. Dan hebben we zaterdag eigenlijk de heropening van het museum. Sorry, de heropening van het museum door gedeputeerde zaal, een Heelse zaal van de provincie Noord-Holland. Dat is eigenlijk voor iedereen die ons gesteund heeft en gesponsord heeft, de fondsen en de overheden die er geweest zijn, om die in het zonnetje te zetten. En dan hebben we zondag hebben we een dag voor het publiek. Dan gaan we 20 zakken snoep verstoppen. Met allemaal 2 vrijkaartjes. We geven 40% korting. En alle bezoekende kinderen mogen lollies maken. We gaan nog koek hakken. Dus ook dan staat. Ja, we gaan eigenlijk een hele feestelijke aankleding van ons 40-jarig bestaan. Oké, dankjewel. Alsjeblieft.